Vandaag is het Health Event in Schiedam-Oost, eigenlijk de allereerste keer waarbij we willen laten zien dat gezonde voeding en bewegen belangrijk is voor iedereen. Een middag vol sport en gezonde voeding. Het Health Event in Oost zit vol met activiteiten om kinderen in Schiedam-Oost te helpen met gezonde voeding en sport. De kinderen kunnen aan verschillende sportoefeningen meedoen en krijgen les over gezonde voeding. Ja, eigenlijk wat ik al aangeef, dingen die met gezonde voeding en sport en bewegen te maken hebben. Nou ja, hier is dan de bootcamp. Daarachter maken ze smoothiefietsen. Sparta is vandaag aanwezig. Ze kunnen gezonde pannenkoeken maken met appel en banaan. De diëtist is aanwezig. De GGD om bloed te prikken, of de bloeddruk te meten, sorry. Het is eigenlijk voor zowel ouders als kinderen vandaag. Maar het is vakantieperiode natuurlijk, dus mooie periode voor de kinderen om hier naartoe te komen en lekker bezig te zijn. Ik hoor een heleboel actieve en sportieve dingen. Ja. Ook veel gezond. Waarom is dat zo belangrijk, zo'n dag als dit? Nou, we willen gewoon eigenlijk in Schiedam, we zijn aangesloten als joggemeente in Schiedam. Dat staat eigenlijk officieel voor jongeren op gezond gewicht. Alleen omdat het niet alleen over het gewicht gaat, maar de gezonde leefstijl, hebben ze het aangepast naar gezonde jeugd, gezonde toekomst. Ja, en wij willen gewoon alle kinderen en ook daarnaast ouders en eigenlijk heel Schiedam. Laten weten dat het gewoon super belangrijk is om voldoende te bewegen en gezond te eten. En daar is dit een mooie mogelijkheid van hier in Schiedam-Oost. Naast het sporten konden kinderen ook hun eigen smoothie maken. Maar om die smoothie te kunnen maken, moeten ze eerst wel de shakefiets op. En achter mij staan de shakefietsen. En de shakefiets is eigenlijk een fiets met een blender. Dus je gaat trappen en dan gaat de blender gaan draaien, omdat jij trapt. En al dat fruit wat erin zit met drinken en met sap en met yoghurt en zo. Dat wordt dan een lekkere smoothie. En die krijg je dan als beloning. Ja. Hoe werkt nou zo'n fiets? Ja, dat is eigenlijk vrij simpel. Als je vroeger, weet je nog dat je dynamo had op je fiets? Nou, die dynamo die zit nou niet op een lampje van je licht. Maar zit als een spiraal door kogellagers. En die drijft dan de blender aan. Dus het is eigenlijk een soort vliegwielprincipe. De energie die je er zelf in stopt, die krijg je ook zelf weer terug in de smoothie. Is het een beetje een succes tot zover? Ja, als ik heel eerlijk ben, net hadden we de lunch, zoals je wellicht ook hebt kunnen zien. We hadden eigenlijk gerekend op ongeveer 50 man. Hadden natuurlijk wel meer eten al ingeslagen, maar we hadden 100 kaarten, strippenkaarten uitgedraaid. En ze zijn allemaal op, dus er moest nog even wat bijgedraaid worden. Dus een hele goede opkomst waar we super blij mee zijn.